Dus dat wisselt echt in een seconde. In een seconde kun je denken, ah, oh, oh, zo mooi. Kletsen over ketsen. Heb je het wel eens met iemand van hetzelfde geslacht gedaan? Zo ja, hoe was dat? Zo nee, lijkt het je wat? Waarom wel? / niet. Ik heb er wel eens over nagedacht en ik heb me er wel voor opengesteld. Ik dacht, misschien ben ik dat wel, misschien wil ik dat wel. En ik ben ook wel eens versierd door een heel knap meisje. En die zei eigenlijk, hey, als je er een keer voor open staat of als je er vanavond voor open staat, dit is mijn nummer. Dus toen dacht ik, nou, dit is mijn moment, dit is het. Maar ik voelde het niet. Nou, dat was lekker kletsen over ketsen. Poenpraat. Voor welke uitgaven schaam je je nog steeds? Veel, denk ik. Ik heb in het verleden natuurlijk wel dingen gekocht die ik dan niet droeg. Dus kleding bijvoorbeeld. Dus dat je iedere keer als je kledingkast open doet, dat je nog steeds dat vest met dat kaartje eraan ziet hangen. En dat je denkt, had ik nooit moeten doen. En daar heb ik er best wel wat van gehad. Maar ik heb nu een strenge regel. Als ik iets koop, dan moet ik met mezelf afspreken, ga ik dit 100 keer dragen, ja of nee? En als het antwoord nee is, dan, hoe pijnlijk ook, dan laat ik het achter in de winkel. Perspraat. Wat had je graag voor de bevalling willen weten? Dat het zo leuk is om een kind te hebben. Dat had ik echt niet gedacht. Ik heb er lang over gedaan. Ik dacht, ik ben geen moeder. Ik denk niet dat ik het DNA in me heb. Als ik andere kinderen zag, dan dacht ik, nee, ik denk dat ik dit oversla in het leven. En nu denk ik alleen maar, Jezus, wat te gek. En ook frustrerend. Dus dat wisselt echt in een seconde. In een seconde kun je denken, ah, oh, oh, zo mooi. Dat is eigenlijk moederschap in één seconde.